Welkom in mijn atelier. Ik ben Miranda Meulenkamp en ik neem jou deze keer mee een stukje van mijn proces. Hoe ik begin met schilderen, hoe ik aan een idee kom en... Art, kom maar! Hoe de kat de video verstoort. Kom maar. Te even voorstellen. Kom maar. Dit is Art. Art, hè? Ja. Je bent hartstikke schattig. Maar je moet nou even je mondje dicht houden. Ja. Ik kom je er ook bij. Hi. Dit is Art. En dit is... Even chillen. En dit is Uk. Hallo. Hi. Zij zijn altijd bij mij in mijn atelier. Het is echt te schattig, gewoon. Ze lopen altijd in beeld. Kijk. Nou, was ik even helemaal afgeleid. Maar deze video gaat dus over hoe ik een schilderij begin en waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En dit kopje is mijn favoriete kopje. Die heb ik al heel vaak geschetst. Mijn inspiratie komt van alles uit mijn omgeving. Dit pannenkoeksplantje, ik vind hem fantastisch. Ik hou er zo van. Ik heb hier een bosje bloemen. Nou, die heb ik nog niet zo heel lang. Kijk. Maar die ga je zeker weten ergens terugzien in een van mijn video's of op Instagram. Deze lamp speelt een rol in de online schuldencursus. Jawel, de lamp heeft een rol. Misschien moet ik haar een naam geven. Ja, en... Ook zo kwam de fiets op mijn grote doek. Maar dat bewaar ik voor straks. Maar eerst ga ik even een begin maken met een nieuw kunstwerk op papier. En daarvoor gebruik ik dit papier. Het is 70 bij 50 groot, 360 gram, 25 vellen en dan heb ik het voor acrylverf. En het is echt... Fantastisch papier. Het kreukelt ook bijna niet. Het rolt, het gaat iets omhoog, maar het is echt nauwelijks. En het is heel mooi glad. Ik vind het niet zo fijn als het een ruwe structuur is. Dit is wat ruwe structuur papier. Nou, en dit is ook voor waterverf. Er moet eigenlijk ook helemaal geen acryl op. Maar kijk, ik weet niet of je het goed kan zien, maar hier zit een structuur in het papier. Vind ik minder fijn. Maar het is maar net waar je van houdt. En ik begin met het papier een donkere kleur te geven. Dat vind ik echt super leuk om te doen. Het schildert heel anders als dat je gewoon direct gaat schetsen en dan gaat. Dus dat ga ik even laten zien. Een kwast pakken. Ik heb hier een beetje een stevige kwast. Een beetje wat oudere. Dus het komt er wat meer... lijnen komen erin, maar dat vind ik wel grappig eruit zien. En dan neem ik een Winsor & Newton Cadmium Red. En een donkerblauwe van Amsterdam. Precious Blue. Ga ik door elkaar mengen. En dat doe ik op het papier. Dus ik draai de doppen eraf. Pak ik eerst wat rood uit de pot. En dan wat blauw. En dan smeer ik zoveel mogelijk door elkaar, zodat het ja, blauw en rood wordt een beetje bruin. Een donkere bruine kleur. Nou. Ik heb het helemaal een donkere kleur gegeven. En nu laten we het even drogen. Ik bedenk mij ineens iets. Ik neem jou even mee naar de garage. En dan ga ik even laten zien terwijl het papier ligt te drogen... Hoe ik van zomer heb geschilderd aan mijn 10 meter doek.
Want dat had ik nou beloofd. Ik ga even laten zien hoe ik dat met een met de fiets deed. Ik neem jou even mee. De tuin, hè? Oh, Art, jij mag niet mee. Ja. En dan heb ik hier de deur. En de deur opende naar creativiteit. Kijk, hier staat mijn fiets. En op dit stuk had ik begonnen met het 10 meter doek. Het is hier een beetje donker, dus anders zou ik zeker hier door zijn gegaan met schilderen. En dit was best nog wel een ding. Want eerst moest ik hout kopen. Toen was het hout hier eindelijk. En toen paste het niet in de schuur. Typisch iets voor mij. Maar ik heb het zelf opgelost. Gezaagd en al. En ik moet zeggen dat ik nog steeds blij ben met dat ik deze ruimte heb. Ook al lijkt het nu echt op een garage. Ik kan het wel. Ik kan hier wel gewoon lekker schilderen als ik wil. Maar goed, en dan de alom bekende fiets. En dit is hem dan. Dit is mijn fiets. En ja, ik heb fantastische stippels op mijn... Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Nou ja, in ieder geval stippels op mijn... Hoe heet die ook nog maar weer? Ik denk er even over na. Inmiddels is mijn papier opgedroogd, dus laten we beginnen. Zo begin je dus met een kunstwerk. Eerst geef je het doek of papier een kleur en dan ga je het erop schetsen. Althans, ik doe dat op deze manier. Zoals je ziet lukt dat heel goed met een licht krijtje. Kan je heel duidelijk lijnen aanbrengen. En wat dit krijt doet, en dat is dat het is op waterbasis. Je kan het ook heel makkelijk weer afhalen. En dat maakt het dat ik het fantastisch vind om hiermee te beginnen. Eens even kijken. Inschilderen. Nou, en mijn kwast nog. En dan doop ik een beetje naar rode potverf. Zo. En dan ga ik er omheen. Ik pak er een beetje wit bij. En je zal zien, doordat het een donkere achtergrond is, dat het heel bijzonder eruit gaat springen. Ik vind het wel heel fijn om mee te beginnen.
Ik ben er nog even mee verder gegaan. Je kan erna, ik heb hier nog wat blauw op het potje gedaan. De telefoon heb ik geschilderd. En mijn kopje? Jawel. Mijn kopje. Tadaa. Ja, wat heb ik nou eigenlijk nog verder gedaan? Ik heb eigenlijk alles wat zwart was een kleur gegeven. En nu gaat het echt de schilderen pas beginnen. Maar weet je wat ik soms heb? Dat ik het eigenlijk zo al leuk vind om naar te kijken. En dan heb ik dus een uitdaging. Probleem wou ik zeggen, maar dan heb ik een uitdaging. Want wat je nou kan doen, als je eigenlijk al in een heel erg beginstadium bent, maar je vindt het eigenlijk al mooi om naar te kijken en je durft niet verder. Dat ga ik de volgende keer laten zien. Hoe ik dat oplos. Dan zal ik nu nog even de fiets op het doek laten zien. Echt nog een heel ding als ik weer naar de zee ga. Dat is wel leuk, want er zijn al een paar vrijwilligers die mee willen helpen het doek vasthouden als het heel hard stort. Nou, de fiets. Vind je hem niet fantastisch? Maar een fiets tekenen, dat is zo makkelijk nog niet. Dat vond ik echt wel een uitdaging. Want de fiets kwam op het doek omdat ik in de garage aan het schilderen was en die fiets zat de hele tijd in de weg. Ik deed niks anders als die fiets van de ene kant naar de andere kant zetten. Want als ik binnenkwam liep ik er tegenaan, dan had ik hem verplaatst, dan ging ik verder schilderen, stond die weer in de weg. En omdat ik uit mijn omgeving inspiratie haal, dacht ik, er moet een fiets op mijn doek komen. Hollandser dan dat gaat het niet worden. Pannenkoeksplant en een fiets. Ja, misschien chopen en klompen, maar daar hou ik niet zo van. Dus, zo kwam het dat mijn fiets op het doek geschilderd is. Tadadada. Nou moet er eigenlijk zo'n mooi muziekje onder, hè? Fiets geschilderd is. Die fiets, ik blijf hem echt fantastisch vinden. Vooral de fietstas. En dit was het voor deze keer. Ik vond het weer gezellig dat je keek. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En oh ja, ik wil nog graag even één ding zeggen, hè. Ik heb een doel gesteld voor 2022. Ik heb best veel doelen gesteld, maar één ervan is 100 volgers op YouTube aan het einde van 2022. Druk even op volgen. Dan zie je mij weer bij de volgende video. Doei! Oh ja, ik vergeet helemaal te zeggen dat je je nog kan opgeven voor de online cursus. Deze duurt 8 weken lang. Ik geef iedere week in die 8 weken een video, een module. En dan gaan we samen een stilleven schilderen. Zoiets als dit. Dus, wil je meedoen? Ga dan even naar mijn Instagram of naar mijn webpagina. Ik zet de link hieronder. En dan kan je daar even verder kijken of het je leuk lijkt. Voor 50 euro kun je de hele 8 weken meedoen. Fantastisch toch? Ik zou meedoen.